zijn we weer. Het is de tijd voor de Hup, het is de tijd. Het is lekker. Oh. Look at this, man. Now you see me. Now you don't. Hey. In ieder geval, ik ben Kelvin en ik ben YouTuber. Ik zal eerst mijn mond even leeg eten. Ik ben Kelvin en ik ben YouTuber en ik doe dat al een paar jaren. Laat ik het zo zeggen, met een paar jaren bedoel ik 6 jaren. Nee, langer. In ieder geval, ik loop al een tijdje rond en mee als YouTuber. En ik ben natuurlijk niet de enige YouTuber. En wat doen YouTubers nou in hun vrije tijd? Nou, filmpjes maken. En niet alleen per se alleen, maar soms met z'n tweeën of met z'n drieën. En dan gaan ze, het heet collabs. Ik heb in mijn leven niet extreem veel collabs gedaan. Ik weet niet waarom. Volgens mij was ik gewoon een beetje bang of zo om mensen te vragen. Yo, wil je een filmpje maken? Want dan lijkt het alsof je het doet voor de views. Snap je? Maar ik heb wel wat collabs gemaakt vroeger. En niet zozeer op mijn eigen kanaal, maar op het kanaal van anderen. Ja. En het leek mij daarom ook een uitermate goed idee om eventjes naar deze collabs te kijken. Ik heb nog steeds papier op mijn tong. Lekker. Dus dat ga ik doen. Ik ga daadwerkelijk terug in de tijd. Ik ga YouTubers van denk ik echt jaren geleden. Sorry dat ik aan mijn gebit zit, maar ze zijn nog steeds paprika. Van jaren geleden ga ik terugkijken en dan ga ik dat, snap je? Ja, dat is een beetje het plan voor vandaag. Yes, lekker. Dat is hier voor vast duimpje omhoog als ik het leuk vind. Ik ga gewoon met z'n straks beginnen, maar duimpje omhoog was fantastisch. Ja, zeker. Oké. Laten we beginnen met een filmpje van ene YouTuber genaamd Dylan Hagens. Deze video heette Ik irriteer mensen. En dit was in de tijd dat Dylan Hagens nog als onbekende YouTuber door het leven ging. In ieder geval, er was een tijd waarop Dylan onbekend door het YouTube-landschap heen manoeuvreerde. Omdat hij niet bekend wou worden ofzo. En toen dacht hij, weet je wat, fuck, het is super onhandig. Ik doe gewoon mijn bril af. En iedereen kent me nu. Maar hij heette toen Dutch Vlogs. Dit was in december 7. Lekker. 7 december 2010. Dat is gewoon 5,5 jaar geleden. Wow, shit man. Tijd gaat snel. Voor je het weet liggen we allemaal in ons graf. In ieder geval, ik ga de video gewoon checken. Dit was, het was een prank. Het is gewoon een prank. Maar gewoon een prank. Wow, shit. Arwo, als je kijkt. Hallo. In ieder geval, we gaan gewoon kijken. Let's go! Let's go! Hey, YouTubers! Hey, YouTubers! What the f***? Wie zijn jullie? Dude, ik moest gewoon niet naar de wc. Nee, ik ben Kelvin. Wat ging er door mijn hoofd heen toen ik besloot om te zeggen ik ben Kelvin. Mensen vonden het waarschijnlijk hilarisch. Ik weet niet precies waarom. Ja people, Kelvin en Peter zijn hier van de Kelvloggen van TC Productions en je weet het wel. Mensen, vandaag gaan we het hebben. En je weet het wel. Dylan, ik heb nooit een kanaal gehad genaamd Je Weet Het Wel, dus ik weet niet precies waar je naar refereert. Dat was... Nou ja, wel een soort van irritatie. Ik vind het namelijk wel leuk om andere mensen te irriteren. En ik heb hulp gekregen van Kelvin en Peter. Oh ja, trouwens, ik heb dit shirt nog gekregen op een feestje. Echt vet, man. Hoe lelijk is dat shirt? Niet normaal. Dit kan niet. Anno 2016 kan je niet zo'n shirt maken. Van die word artje. Maar mensen, jullie gaan nou kijken naar irritaties door Dutch Vlogs. En de Kelvlog en Peter, dus ja, oké. Nee, dat moet ik nou nog helemaal niet zeggen. Wel mooi hoor, om Dylan zo te zien. Ah, Dylan. Hoi. Wat we nou dus gaan doen, we gaan pranks doen. We zitten hier met een ander. We gaan pranks doen. Camera. Ja, meerdere camera. We hebben thuis zo een paar camera's liggen, maar die... Ik heb dat ding echt vast, alsof ik geen idee heb wat ik vast heb. Die camera was ook kapot trouwens. Jullie zien het straks. Ik kon er niet mee. Ja, dat is stoer. Nee, maar wat we dus gaan doen, we gaan die camera... Die gaan we laten vallen. Oh shit! Oh shit! Prank! En dit wordt dus de grap waar mensen gaan intrappen. We zijn nu in Verheim. Oh shit, heel veel! Heel veel! We zitten in Verheim in Limburg. We zijn hier in het centrum. What the fuck? Peter was de original kill dude. Want hij gebruikte niet het woord kill, maar kerel. Hij zegt de hele tijd, zegt hij kill, kill. Het is alsof je prankt, dat je dan automatisch dat woord gaat gebruiken. Deed ik hier? Dat is even, waar ben ik in deze prank? Ik was gewoon, wat de fuck deed ik? Filmde ik nou? Volgens mij filmde ik. Man, het duurt nog. Ja? Ja. Deze was wel echt lijp. Deze prank blijft goud. Die wordt niet oud hoor, nee hoor.
Maar de vraag van vandaag is... Weet jij nog een leuke manier om mensen te irriteren? Ja! Dat was lijp, hè? Letter! Hassabba! Ik neem het ook even... Godverdomme. Oh, oh, shit. Oh. Ja. Kom aan. Hey, YouTubers! Niet dat eraf. Hey, YouTubers! Ik was gewoon zo'n awkward little bitch, dude. YouTubers! Mijn ogen traanden volgens mij ook gewoon. Ik weet niet precies waarom, het was allemaal nieuw en shit. Ik snap helemaal niks van. Oh, ik had even een... Hey Dylan, thanks voor de shout-out op de laatste seconde van de video. 1 seconde. Dit is letterlijk de shout-out die hij heeft. Gewoon als 80% van de mensen al lang heeft weggeknipt, besluit hij nog even... Ach, laat ik je over me even shout-out geven. Dat is het. Oké, de volgende video die ik ga kijken is samen met mijn grote vriend. Aanstaande vader. Thomas, gefeliciteerd met het feit dat jij straks vader wordt. Het is niet normaal wat hier gebeurt. Ik kon het niet geloven toen ik hoorde. Toch heel blij voor je. Dus gefeliciteerd. Ik word nog geen vader. Hoop ik. Dit is een video. Die, ja. Ja. Thomas. Je hoort het gewoon, het is. Thomas. Je hoort het gewoon, het is. Elke week in heel filmpje. Elke week in heel filmpje. Hi mensen, vandaag gaat de video over mijn grote liefde voor panda. Oké, ik ga natuurlijk even doorspoelen naar het moment waarin ik tevoorschijn kom. Want ja, dat is het enige wat ook belangrijk is. Grapjes man, jezus, doe even normaal. Hey Thomas, ik ben in een nieuw spijkerbroek gewoon, jongen. Ja, lekker broekspijpen. Maar dit was nog niet eens heel lang geleden. Het enige verschil, nou niet het enige verschil, maar het grootste verschil tussen toen en nu is dat mijn kapsel gewoon was echt letterlijk 5 keer zo lang. Lekker zakjes, gewoon 2 broekzakken, een gulpmaat. Open en dicht, lekker mooi kleur. Wordt wat op met mijn spijkerbroek game? Wat heb ik aan? Dit is, what the fuck is dit? Ja, ik ben er best wel trots op. Ja, dat is mooi. Dat is een jurk. Sikke acting! Ik had wel een lijpe pet, vond ik zelf. Maar waar... Dit was de fase waarin je nog stickers op je pet had en erop liet zitten, weet je wel? Shout-out naar mensen die dat nog steeds doen. Dit is een kilt. En dat is praktisch hetzelfde als een mannenhandtas. Nee, Kelvin, dat is een buidel. Hier, vanaf hier wordt het pas leuk. Ja, dit was een fantastisch... Kijk, weet je wat het een beetje was met Thomas' video's? Die waren altijd gewoon lekker gelikt en braaf, dus... En dit was nog niet eens zo heel lang geleden. Hallo! Hallo! Oké, daar gaan we weer. Dat nu. Oh, oh. Oh. Abbe. Oh, je liep tegen het statief. Toch ja, maakt niet uit. Oh, ik wil ook... Nee, wacht eventjes. Als jullie goed hebben gekeken, zat er ook nog een heel klein jongetje in. Niet. Lijk ik bruin, man? Het lijkt net alsof ik hier net op vakantie was geweest. Peter lijkt ook bruin. Waren we niet gewoon beide op vakantie? Nee, nooit. Niet klein! Jawel. Niet! Nou, kom erbij dan. Kom erbij dan. Hij is eigenlijk heel lang. Holy shit! Ik weet niet of jullie het doorhebben, maar dit is Shaquille Polak. Ja, back at it again, Shaq. Wow, wat is hij klein. Wat is hij klein. En onze huidskleur is bijna hetzelfde ook hier, oh. Shaquille O'Neal. Goed, doen we even een promotiepraatje? Nou, wij zijn Kelvin en Peter. Ja, ik ben Peter en Kelvin. Hoe awkward waren wij? Kijk, tegenwoordig, als je dan zo praat en shit, Peter en ik voelen elkaar nu helemaal aan als ik iets zeg en ik geef voorzetje, dan maakt hij het af en zulke dingen. Dat is, kijk maar, een podcast, ons andere YouTube kanaal, dan gaat het altijd fantastisch. Maar dit is ronduit awkward. Het gaat letterlijk, ja, wij zijn Kelvin en Peter. Ja, ik ben Peter. Ja, like. Ja. Wij zijn van TC The Creators en wij houden van chille dingen en van mooie jongens. En ja, pardon. Hoe awkward was dit? Oh fucking shit, het was zo awkward. Fucking damn son. Hou je van veel mooie jongens? Pardon, wat? Wat gebeurt hier precies? Ja, I wanna get out of here. I wanna get out of here. Oké, bye. Serieus man, die vibe van toen, I don't get it. Oké, okay, verdwijn. Pardon? En dan, ja nee, dan ga ik nog eventjes. Wauw, ga nog weg. Ja, gaat toch weg? Ik word echt irritant snotjoch als ik, man. Wacht even, ik ga even. Woe! Real funny, Kelvin. Real funny. En dit is zoals Shaki. Abonneer ook even op mij. Oké, groetjes. Yo! Lekker gooien met kleine kinderen, joh. Dat was prachtig. Hij gooide gewoon Shaki op de grond. That's so Shaki. Holy shit, wat een kanaalnaam. Dat is toch niet normaal. Dit was trouwens, dit was 2011. Best wel sick hoe ik ben veranderd tussen 2010 en 2011. Een andere video waarin ik ook te gast was een video van David. Hallo. Video dus David, zijn YouTube kanaal. Hij deed toen collabs maken met andere YouTubers en dat noemde hij dan David Doet. En hij heeft ook ons gedaan. Ja, best wel fout eigenlijk. Ik dacht er toen niet eens over na. Ja. Hey, schat, daar dauwdruppeltjes van. Yeah. Mijn neus was fucking veel groter toen, lijkt het wel. En what's up met mijn kapsel, man? Ah.
Ik had, wat gebeurt? Het was gewoon echt stro. Het was gewoon stro op mijn hoofd. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik had bijna trouwens dezelfde kleur pet op hier, oh. Alleen ik droeg mijn pet zo. Yep, dit ben ik. Abonneer op Kelvlog en Kelvin uit 2011. Fucking lelijk ben je, kut mijn hol. Net alsof ik nu in één keer wel een knappe jongen ben, nee. Nu op Ustream. Eerste link in beschrijving. Oh shit, David is op Ustream. No way. No way, man. Hé, hey, waar is de link, man? Hij heeft niet eens een link. Hij heeft niet eens een linkje. De Stafrit. Dit is. De Stafrit. Ja, dit is. Zien, ik ben hier met TC. En stel je even voor, jongens. Ik ben Kelvin. Oké, we gaan verder. Nou, we David had me hier even volledig te pakken. Nou, good job. Voorspelletje dus doen vandaag. We gaan ook parodieën doen van bekende YouTubers. Zijn jullie klaar voor? Ja, bap. Nou, we gaan gelijk maar beginnen met de YouTuber. Toeter, 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 toeter. Met een wala op de scooter. Aie, 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 aie. Ja, jongens. Ik wil niet moeilijk doen. Maar, what the fuck. Wil een stukje met haar, yeah. Hartstikke mooi, dankjewel. Dat was dus zanger Rinus. Wie van jullie was Ik zit zo pal in beeld. Ik zit zo dicht bij... Ik zit letterlijk zo in beeld. Ja, David, laat de video opnemen. Dan ga ik wel op voor de Romana, ik zeg Kelvin. Ja, ik zeg ook Kelvin. Ik zeg... Peter, geef. Wie kan ik doen? Wie is kut? Remy wordt nooit gedaan. Ja, maar Remy heeft ook niet echt een... Geen glijmiddel. Maar nou even serieus, we hadden het natuurlijk over de bekende YouTubers. En wie kunnen jullie allemaal nadoen? Matt. De realiteit uit. Ga je gang. Mijn video van YouTube. Van de drie beste YouTubers is verwijderd. Ik vind het... What the fuck was dit? Ik probeer het Mert na te doen door een poging op Belgisch praten. Letterlijk Belgisch. Het is niet eens Limburg. Het is Belgisch. Verwijderd. Mijn video is verwijderd. Ja. Heel slecht. Er was een meisje. Haar hoofd was niet te zien. Ik heb echt het hoofd alsof ik in Be Brave zit hier, ook. Kijk dit. Heel slecht. Er was een meisje. Haar hoofd. Ik ben gewoon hier. Ik zit in Be Brave. Hoppakee. Lekker. Ik stop je daar even, Kelvin, want ik vond hem eigenlijk best wel heel erg eng. Peter, wat kun je allemaal? Best wel heel erg eng. What is that even mean? Betekent dat het goed was of was slecht? Je kan Wat deed ik hier? Eng. Peter, wat deed ik hier? Kun je allemaal? Waarom? Who let the dogs out? Je kan alfabet naakt zeggen. En welke bekende YouTuber kun je natuurlijk nadoen? Yo, smoesjes, koekoes. Hartstikke mooi, degene er is ook in geslaagd. Dan komt nu de allergrootste uitdaging. En ik ben degene die David doet. Gaan doen. Succes. Oké. Okay. Hey, schattige dauwdruppeltjes van me. Vandaag heb ik Ties. Nee, TC zeg maar. Ties. Ties. Hey, shout out Ties. Ja, toen al. Toen al op mijn vizier. Bam. Poging 2. Hey, schattige dauwdruppeltjes van me. Vandaag heb ik TC in David doet. David doet. TC, doe je mij voorstellen, jongens? Ik kon gewoon niet eens een zin normaal uitspreken. En David doet TC. Voorstellen, jongens. Oké, nu is het even tijd voor het serieuze deel. Wij zijn Kelvin en Peter van de Creators en Serieus. Wij maken elke week video's over van alles en nog wat. Ja, dus wat je wil over horror, schietfilms met lekkere chicks erin. We maken het en er niet moeilijk over. Elk is er iets leuks om uit te kiezen. Daarom, dus ik zou zeggen, abonneer en kijk gewoon wat op je pad komt. Er is altijd iets leuks. Godverdomme, jongens. Fuck. Really on the plug, really on the plug. Oké, ja goed. Tot zover de collab met David. David, bedankt voor de uitnodiging. Die tijden waren fantastisch. De volgende collab kennen jullie waarschijnlijk wel of niet. Misschien toch wel als je al lang binnen de YouTube game meerolt. Dan weet je precies wat ik bedoel. Deze video heeft een daadwerkelijk aantal van bijna 2 miljoen views. En dat is een goede prestatie in Nederland. Zelfs zeg ik het zelf. We gaan maar gewoon kijken. We weten misschien wel wat ik bedoel. 'S Ochtends sta ik op. Heb ik oranje op mijn kop. Kijk ik in de spiegel. Oh Milan, ik lach je echt niet uit. Maar het is altijd gewoon mooi om terug in de tijd te gaan. Dit is fantastisch, man. Deze parodie komt letterlijk. 16 juni 2010 komt dit uit. Dat is echt fantastisch. Oké, ik ga even naar mijn stukje toe. Dit was een collab die ik had samen met Milan, Dylan en Thomas volgens mij. Op Milans kanaal. Het was gaande. Het was niet normaal. Hier komt die mijn stukje. Allemaal, let goed op. Swing lekker mee. Mijn gevoelens voor jou. Wil ik gaan uiteren door middel van een pannenkoek. Een gigantische oude gurk zit daar beneden in mijn zakdoek. Ja, jongens, ik kan hier niet heel veel anders over zeggen dat ik eruit zag als een mogol. Ik droeg 3/4 lange broeken. Kelvin van het verleden, hoe dom was je om een afritsbroek? Dit is een kaak, dit kun je afritsen.
Ja, jongens, ik weet niet precies wat ik hierover moet zeggen, maar ik geniet hier echt van. Wat ik wel moet toegeven, kijk, ongeacht het feit dat mijn kledingstijl er niet uitzag en mijn hoofd was fucking raar, ik had nog steeds stro op mijn hoofd. Ik had wel wat vernuftige trucjes in mijn videomontage. Bijvoorbeeld het feit dat hier 5 keer Kelvin staat. Dat is best netjes. Schaduw en zo, ook allemaal gewoon prima. 5 keer ik. Dat is toch lekker gedaan. En dan dit, hè. Dan deze fucking... Ik heb letterlijk nu geen eens zin meer. Oké, ik doe het wel even. En weet je wat fantastisch was bij deze? Ik zing zelfs gewoon nog door. Die pet draait rond. Kijk, dit was... Ik zing gewoon nog door. Ik deed het gewoon. Holy shit, hoe deed ik dat? Dit draaide rond en tegelijkertijd zong ik. Kelvin van het verleden, je was briljant. Je was fucking briljant. Ja, hier trek ik even mijn eigen shirt uit. Pannenkoek, you get it? Cause it's a koek in a pan. Ah! Mijn comedy was zeker on point in die tijd. Kelvin, je was hilarisch. Gigantische oude gurk zit daar beneden in mijn zakdoek. Fucking fantastisch vind ik dit. What was up? Fucking mooi, man. Überhaupt, ik droeg mijn petjes gewoon zo. What up, people? Hoe gaat het met jullie? Kelvin hier, 2010, hoe is het? Mijn tepel was trouwens on point hier ook. Moet ik even toegeven. Mijn tepeltje was fantastisch. Kijk, hoppakee, hij zit er nog steeds. Niks meer aan doen, niks meer aan doen. Au, au. Fuck. Ja, die was hem gewoon. Moet je kijken dan, hier ook. Het is gewoon Enzo en Milan. Keihard, 2010. Fucking vet. Die Milan had hier ook gewoon al zijn eigen merch. Shit. Hoe mooi is dat, man? Fucking mooi. What the fuck deed ik hier? Waarom? Ik dacht dat ik sicke Justin Bieber moves en shit had. What the fuck? What the fuck was... Hey, wow, sick shit, oh, fucking hell, man. Wow, fucking grappig dat je broek afviel, Kelvin. On point grapjes, back at it again. Ja, het was wel goud. Het is echt wel, het is leuk om hier aan herinnerd te worden. Ik vind het echt leuk om dit terug te zien en te kijken wat er allemaal is veranderd en hoe het ging. En it makes me almost emotioneel. It really does, I'm almost crying. Abonneer op mijn kanaal als je dat fantastisch vindt, want ik maak elke week 3 video's zoals deze. En dan is het allemaal heel vermakelijk. En vergeet natuurlijk geen duimpje omhoog te geven als je de video keihard vond. Ik, ja, ook als je hem niet leuk vond, mag het alsnog. Hoeft niet per se. Ik ga het niet van je eisen. Toch wel. Doe het! Zo heerlijk zo'n boertje. Even god en god. Even voor de mensen. Ik ben brak. Maar ja, dat had je misschien nog wel door. Bedankt voor het kijken. Nu gewoon paprika. Bedankt voor het kijken. Ik zie je weer de volgende keer bij een nieuwe video. Abonneer, reageer, adopteer. Ja, tot de volgende keer maar weer. Volg me op Snapchat. Ik ben fucking niet leuk daar. Nee, helemaal niet. Wil je? In ieder geval, ik ben toen op Tinder gegaan als meisje. Nou, dat was fantastisch. Dat leverde superleuke gesprekken op. En vandaag dacht ik van, hey, hoe kan ik nog meer op Tinder kutten met mensen? En toen dacht ik, wat dan als ik gewoon als lekkere dude op Tinder ga? Maar niet zomaar een lekkere dude, want anders kan ik natuurlijk ook gewoon als mezelf gaan. Haha.